Nergens op de wereld wordt zoveel gefietst als in Nederland. Om te weten hoeveel er precies gefietst wordt, is maandag de Fietstelweek van start gegaan. Via een speciale app die op de smartphone geïnstalleerd kan worden, worden gegevens verzameld. Zo kijkt de app hoe snel en hoe ver mensen fietsen en op welke tijdstippen er het meest gefietst wordt. De gemeente Nijmegen gaat zich specifiek richten op de snelfietsroutes, om te kijken hoeveel mensen daar nu gebruik van maken. In onze regio fietst de inwoner van West-Maas en Waal het meest, gemiddeld meer dan 4 kilometer per dag. Vanaf donderdag staat Museumpark Orientalis in het teken van het Tempelfestival. Met de tentoonstelling wil Orientalis buiten de bekende cultuur en godsdiensten stappen en haar blik verleggen naar Oost-Azië. Het Tempelfestival gaat dan ook over de cultuur en de religie van Taiwan. De expositie is gemaakt door jonge Taiwanese. Ze hebben gebruik gemaakt van iets waarin hun thuisland voorop loopt: technologie. De tentoonstelling is voor een groot deel digitaal. De opbouw wordt gedaan door studenten aan de TU in Eindhoven en de Radboud Universiteit die hun roots in Taiwan hebben liggen. Het Tempelfestival is tot 29 oktober te bezoeken. De bomen aan de Dokstraat in Nijmegen vlakbij het spoor worden gerooid. De takken van de bomen groeien zo hard dat ze hinder kunnen veroorzaken voor het treinverkeer van en naar Nijmegen. De bomen waren voorheen ingebonden, waardoor de takken nu alle kanten op groeien. Die zouden bijvoorbeeld in aanraking kunnen komen met de bovenleidingen of in het zicht hangen van machinisten, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor het treinverkeer. Daarom is ProRail maandag begonnen met het rooien van de 8 laatste bomen die nog langs het spoor stonden. In 2015 werd al een begin gemaakt met het boomvrijmaken van het stuk langs het spoor. Vanaf vandaag dus minder kans op beschadigde bovenleidingen en minder kans voor blad op het spoor.